Ik ben verdwaald. Goedemiddag allemaal, welkom terug bij deze extra aflevering van Final Fantasy Mich. Ik ben weer jullie enige echte Seep. Of Seepie, hoe dat je het ook heet. In de vorige aflevering hebben we een behoorlijke hoop cutscenes gehad en zijn we eindelijk wezen shoppen in Limblum. En in deze aflevering gaan we verder op onderzoek uit in Limblum natuurlijk zelf. Een van de grootste dorpen in het hele spel. Dus we zijn dus zeg maar bij de shop geweest, hebben we nieuwe equipment gehaald en nou beginnen we dus zeg maar bij een ATE. Want de Towler houdt natuurlijk ook van winkelen in grote dorpjes. Wauw, deze noot ruikt goed. Ik denk dat ik er eentje koop. Oké. Deze plek heeft heel veel rare dingen. Is dit voedsel? Het ziet er goed uit. Het lijkt een beetje op de sesambroodjes die opa altijd maakte. Ze verkopen hier echt van alles. Festival of the Hunt Sale ends today. Dus er komt een festival. Wat leuk! Hoi, ik wil dit graag kopen. Oh, ben je vriend met de Moogles? Dat is namelijk een cuponoot. Cuponuts zijn Moogles favoriete voedsel. Oh, dat wist ik nog niet eens. Oh, ik denk dat dat de laatste is. Nou, weet je wat? Hier, die krijg je van mij. Oh, echt? Dankjewel. Ja, kijk jij je video's. Je video's zijn geweldig. Wat is de Festival of Hunt eigenlijk? Nou, we laten een heleboel dieren los en Oh, er zijn een heleboel dieren. Klinkt goed. Dankjewel. Wat is er zo leuk aan vechten met beesten? Oh, wacht even. Zijn dieren weer? Oké, dus er is een festival waar dus zeg maar beesten worden losgelaten. Oké. Nou, waar wij dus eventjes naartoe willen gaan, wij willen eerst even kijken. We zijn nou in de Business District. We moeten als laatste naar Limblum Castle. Dus laten we eerst naar het theaterdistrict gaan. Want blijkbaar zit daar onze hideout. Dus onze schuilplaats. Onze plek waar wij onze plannetjes smeden. Weet ik veel. Moet toch iets verzinnen. Dus dat is eigenlijk de eerste locatie waar dat we nu naartoe willen gaan. Dus we nemen gelijk de taxi daar naartoe. Dit is de enige manier om daar te komen. Er zijn geen looproutes. Je kunt alleen maar met de taxis in de verschillende gebieden komen. En er zijn hier een paar dingetjes die we eventueel kunnen doen. Zoals bijvoorbeeld kijken naar een steammotor. Een stoommotor of iets. Ach, Leroy. Ik ben weer verdwaald. Waar is de prinses? Deze stad is zo groot. Het kasteel is zo groot. Waarom moet alles zo groot zijn? Ach, hij moet ook altijd klagen, hè? Objection! Ah, pardon. Kun je me alsjeblieft vertellen waar dat ik ben? Wat, ben je verdwaald? Serieus. Je bent een soldaat voor crying out loud. Deze brug, dat is namelijk de brug die de verbinding is tussen het kasteel en de landingsbaan voor de luchtschepen. Dat grote gebouw voor je is het gebouw van de landingsbaan. Van de havens, van de luchtscheepdames. Wat is dat grote luchtschip? Ja, geweldig, of niet? Dat is Hildegarde 2. Sinds het geëquipt is met een stoommotor, gemaakt door de Regent zichzelf natuurlijk, het kan vliegen zonder de mist. Dat is onmogelijk! Hoe kan het vliegen zonder dat het aangedreven wordt door mist? Serieus, uit welke god ben je? Onder welke steen heb jij gelegen? We zitten nou in het tijdperk van stoomkracht. Dus de kracht van stoom is namelijk water. Het is een stuk veiliger dan mist. Een mooie toekomst wacht ons allemaal. Nou ja, in de wereld eigenlijk waar ik oorspronkelijk vandaan kom, lopen we allemaal rond met telefoontjes. Ik bedoel, dan lopen we de hele tijd in de koekeloeren. Ik weet ook niet waarom. Oké, nou dat was heel erg boeiend. Oké, dan gaan we even verder kijken, want hier... Nou, volgens mij wouden we hier later pas eigenlijk komen, maar... Volgens mij kunnen we hier even een kistje vinden. Gratis oor. Nou, mochten we weer een vriendelijke beestje tegenkomen, dan kunnen we die gebruiken. Je kunt hem ook op jezelf gebruiken en dat hield dan een beetje, zeg maar, je teammember. De ene keer iets meer of minder als een potion. Maar ik gebruik ze meestal eigenlijk, zeg maar, om aan die vriendelijke creatures te geven. In het begin vragen ze altijd om oors. In ieder geval, hier zijn we dus bij onze schuilplaats. Ik had al verwacht dat er nog niemand zou zijn. Het ziet er naar uit dat er nog hier niemand is voor een tijdje. Oh, en het is ook een tijdje leeg geweest.
Ja. Ik vind het helemaal kapot. Wat zal ik doen? Wat zal ik doen? Is het alweer zo laat? Vraag me af wat Zelda aan het doen is. En we krijgen natuurlijk een ATE. Wat kan ik doen? Oeh, ik hoor een bel luiden. Waarschijnlijk is er net iets in het theaterdistrict gebeurd. Of het is net geëindigd, dat kan natuurlijk ook. Is er iets wat je nodig hebt, uw hoogheid? Nee, dank je. Ik denk dat ik heel eventjes naar buiten ga en eventjes rondloop. Het spijt me, uw hoogheid. Maar we kunnen helaas dit niet... we kunnen helaas dat niet toestaan. Op dit moment zijn er heel erg veel mensen die in Limblum zijn voor het festival van de Hunt. Dus daarvoor is het nogal een beetje chaotisch buiten. Dus ja, beveiliging houden is nogal een beetje lastig. En er zijn maar heel weinig mensen die weten dat je hier bent. Dus het is alleen voor je eigen veiligheid. Alsjeblieft, begrijp het. Oké, ik begrijp het. Oh, ik kan hier echt... Ik kan het niet uitstaan dat ik hier alleen maar mag blijven zitten. Ik ben hier niet gekomen om beschermd te worden. Ik wil alleen moeder helpen. Mama! Oké, Zelda, doe me niet zingen, alsjeblieft. Daar is ze. Ik wist dat ze hier zou zijn. Hé, hey, waarom zei je niet dat je terug was? Wij zitten ook in Tantalus, weet je wel. Huh? Wat? Ja. Oma Koe zei dat als we schatkisten vonden dat we ook in Tantalus mochten zijn. Ja, moet je kijken. Zo, dat zijn een paar mooie vleugels die je daar hebt gevonden. Dat is zeker een mooie schat die je daar hebt gevonden. Yay! Yippie! Dus, is het plan? Heeft het plan gewerkt? Yep, Princess Garnet is in het kasteel. Echt waar? Wauw. Zo, hoe ziet ze eruit? Is ze aardig? Is ze het lief? Heb je eruit gevraagd? Nee, ik denk dat ze het behoorlijk druk heeft. Plus, ze is een prinses en ik ben een... weet je wel. Dus ik weet niet. Ik weet zeker dat ze je mist. Ja, je moet haar eigenlijk zien. Succes! Doei! Ja, misschien moet ik dat eigenlijk wel doen. Ik bedoel, als ze gaat praten met Sid, misschien kan ik haar wel eventjes zien. Maar goed, er zijn hier heel erg veel kistjes die ons in de ogen staan te knipperen. Dus 228 chill vinden we daar. 68 chill vinden we hier. Heel veel geld trouwens. Ik plunder alles. Echt alles vol met geld. En als we hier naar boven toe gaan... ligt hier een mini-treasure wat later heel erg belangrijk kan zijn. Dus volgens mij ligt hier verder nou helemaal niks meer. Nog even overgoed, even overal snuffelen. Maar volgens mij hebben we zo'n beetje alles gevonden wat er te vinden valt, dus... Oké, weer een ATE. Oh, Baku, hoe gaat het met hem? Daar ben ik eigenlijk wel benieuwd naar. Achie! Nee, dat smaakt goed. Ik kan niet geloven dat we een weg hebben gevonden uit de Evil Forest voordat het versteend raakte. Het is allemaal dankzij onze broer. Die wees naar de rivier voordat hij de map gaf aan Zepi. Wat doen we nu, baas? Ik bedoel, we moeten ons broer redden. Ja, je hebt gelijk. Maar eerst, laten we eventjes de jongens even wat drinken van het water van de leek. Waarschijnlijk heeft het healingkrachten. Sinna, breng hem hier naartoe. Hey, even over Blank. Ik denk dat het eigenlijk beter is dat de Evil voor het versteend blijft. Serieus. Alsjeblieft, begrijp me niet verkeerd. Ik bedoel, het is natuurlijk alleen maar uit veiligheid voor alles. Ja, maar waarom dan? Ik bedoel, ik weet zeker dat hij niet gered zou willen worden als de Evil Forest ook hersteld zou worden. Ik denk dat je gelijk hebt. We moeten gaan zoeken. Ik bedoel, er is een andere kant om de verstening te verbreken. Dus als we niet te laat zijn... We moeten doen wat we kunnen doen. Ah, oké. Okay. Ik snap je. Hoi! 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 Ho! Hey, Sinna, jij luie donder. Wat ben je nou in godsnaam aan het doen? Dit springwater maakt misschien hele goede koffie. Dus ik wil koffie maken, dus ik probeer ingrediënten te verzamelen. Moet ik je eventjes herinneren wat er gebeurt naar de members die niet luisteren naar hun baas? Nee, nee, nee. Alsjeblieft, niet dat. Niet dat. Ik breng iedereen hier nu meteen naartoe. Het spijt me. Oh.
Oké, nou, het is fijn om te weten dat daar iedereen in orde is, behalve Blank, jammer genoeg. Maar ze zijn dus bezig met een manier om Blank dus te redden. Dus, oké, we hebben hier... Hallo, ik kan niet geloven dat de tour eindigt vandaag. Stop met duwen! Hey, wie ben jij? Wie ben ik? Ik ben Zeer Zeepie van Tempelus. Ik ben de grootste bandiet van de wereld. Nooit van hem gehoord? Nee! Ga weg, stop met ons te boteren. Ouch. Dat deed pijn. Schiet op, waar is Lowell? Hoe langer moeten we nog wachten? Geduld. Hij komt hier ieder moment, hij kan hier elk moment zijn. Hier, zie je, daar is hij al. Lowell! Ah, Finn! Ah, ik hou me. Hallo iedereen. Kus me, alsjeblieft. Serieus, wat is er zo speciaal aan hem? Hou mijn hand vast, Lowell. Ik hou van je. Ik hou ook van jullie. Ik zie jullie allemaal snel. Ik hou van jou, hallo. Ouch. Oh, verdorie, hier kan ik zien in dit ding. Dank jullie voor het komen van Moogle Wannabe 2. Kikikipo. We geven niks aan jou en je stomme show. Zo, dat was Toad eventjes die langskwam. We komen alleen om Lowell te zien. Hé, hey, jij bent Nee, dat ben ik niet. Dat ben ik niet. Nee. Oh, die gaan wij even stalken. Arme gast. Het is moeilijk om populair te zijn. Ik weet er alles van. Nou, eigenlijk niet. Ik bedoel, als je populair bent... Ik bedoel, doe dan echt zoveel mogelijk je best om zoveel mogelijk van je fans te entertainen. Ik bedoel, je hebt heel vaak die gaan dan zo zien van... zie mij hier even populair staan wezen. En daar heb ik zo'n hekel aan. Ik kan er echt niet tegen. Ik vind het verschrikkelijk. Maar goed, hier hebben we hem dus staan. Hé, jij was op het theater. Oh, alsjeblieft, vertel niemand hierover. Alsjeblieft, ik geef je dit. En we krijgen een handtekening. Joppie. Hé, altijd bedankt, Michael. Hé, Mitchell, dankjewel. Jeez, I can't finish my painting. Ik kan mijn schilderij niet afmaken. Als jij me de hele tijd hier gaat lopen vervelen. Serieus, vergeet over het schilderen, man. Ik bedoel, laten we samenwerken. Ik bedoel, jij kan jouw mooie kunsttalenten op stage gebruiken, weet je wel? Serieus, vergelijk jouw acting niet met mijn kunst. Wat jij doet is jouw werk en daarna ga je gewoon weg. Nou, laten we hun alleen maar hier even alleen wezen. Voor de rest is hier eigenlijk heel weinig te doen, dus we hebben hier eigenlijk wat gratis geld gevonden. En nu gaan we heel eventjes, ja... Bij het theater hebben we dus zeg maar Wilma... Of bij het theater, daar zijn we nu. Maar bij de Industrial District, daar hebben we dus zeg maar Wilma B gevonden. En daar is op dit moment helemaal niks te vinden. Dus daarom gaan we gewoon naar Limblum Castle. Proberen Zelda te ontmoeten, want we willen Zelda zien. Wij willen Zelda zien. Wij willen Zelda zien. Wij willen Zelda zien. Wij willen Zelda zien. En snel. Ik bedoel, kom op. Krijgen we niet eventjes een medaille of zo, omdat we haar gered hebben van ik weet niet hoeveel monsters en door hoeveel pleurissen zal wij wel niet doorheen zijn gekomen om hier in het nieuwe koninkrijk te komen van Limblum? Ik bedoel, serieus! Ik bedoel, oké, we zijn wel ingehuurd. Nou ja, blijkbaar is Baku ingehuurd. Wij zelf niet, maar wij waren lid van Tantalus, dus... Maar goed, laten we gewoon naartoe gaan. Ik bedoel, we zijn samengekomen met de prinsesses. Er zal vast en zeker niks gebeuren als wij hier gezellig even binnenkomen staan en... Sorry, alleen maar toegestaan personeel kan nog een lift gebruiken. Ah, wat een BS. Misschien zit Zelda nog hier? De Royal Kamer? Nee. Oh, Leroy is hier. Hey Leroy, heb je eindelijk je weg gevonden? Wat doe je hier? Jij! Wat heb je gedaan met de prinses? Waar is ze? Wow, rustig. Ga man, serieus. Ik ben hier pas net. De prinses is weg. Ze was eigenlijk... Het was de bedoeling dat ze hier in deze kamer zou blijven. Misschien is ze even gaan lopen, weet jij veel. Hoe kun je zo kalm zijn? Dit is een heel serieus probleem. Ben je allemaal vergeten in het gevaar waar zij doorheen is gegaan om hier alleen hier te komen? Wat als er iets ergs met haar gebeurt? Wat doe ik hier? Ik moet haar vinden. Ga uit weg! Oh god, oh god, oh god. Nou ja, we hebben hier in ieder geval een paar kistjes liggen. Een glass armlet. Hey, die hebben we net een paar gekocht. Volgens mij ben ik nog om hier... Ja, beastkiller, maar lig ik niet hier? Nee. Ligt hier niet? Wat hebben we hier nog meer? Steel Jill en Antibody. Oké. Maar dat is allemaal voor latere zorg. En we hier nog een kistje.
Ether. En hebben we hier een Moogle. Hé, hey, Mokkie, ik heb een brief voor jou. Dat lid van Koepo. Thank you very much, Koepo. Je moet Nederlands praten, het is een Nederlandse Let's Play. Oké, vooruit dan. Stelskin visit me. Hij heeft me ontmoet eindelijk, Koepo. Hij zei dat hij een plek had gevonden wat heel erg interessant was. En toen is hij weer weggegaan. Ik hoopte dat hij wat langer zou blijven. Waar is hij heen gegaan? Laat me weten wanneer je haar vindt, oké? Stelskin. Ik vraag me af of hij gestopt is in Limblum. Oké, nou hebben we dat in ieder geval gedaan. Wil je nog een brief sturen? Naar Atla. Oké, dan wacht eens even. Is Atla niet degene die in de business district zat? Nou, moet ik dat wel even checken. Ik vraag me af waar Zelda eigenlijk heen is gegaan. Ja. Waar kan ze naartoe zijn gegaan? Dat liedje. Ik heb het eerder gehoord. Die stem. Dat is Zelda. Ze is boven. Oké, dan gaan we daar mooi naartoe. Sorry, maar je mag de lift nog steeds niet gebruiken. Verdorie, ik moet langs deze gast komen op een of andere manier. Misschien als ik mij even vermom als een bewaker. Misschien laat hij me er dan wel door. Even kijken. Hoe gaan we dit aanpassen? Wacht. Ik heb een idee. Dude. Hey, wakker worden! Ik heb net een heel verdacht karakter hier rond zien lopen. Wat? Waar? Boven. Volg me. Hey, niet die kant op. Deze kant op. Oké, klootviool. Laat eens zien wat je kan. Hé, waar ben je mee bezig? Oh, dat doet pijn. Dat was makkelijk. Oké. Nou, laten we maar eens eventjes langs de... Laten we maar eventjes langs lopen. Ik denk dat ik nou wel de lift in kan komen. Hey Harry. Goedendag. De lift is goed bezig, zoals altijd. Dat dacht ik ook. Hey Harry, eventjes die brief op je kantoor. Ja, pak hem. Weet ik veel. Moet hem toch ergens mee bezighouden. Misschien was het handiger geweest als ik dat armor nog heel eventjes aan zou houden. Maar ja, ik wil me niet zo voelen als roesbak. Dus, oké. Nou, daar staat een bewaker. Laten we niet gezien worden, aangezien dat we hier niet mogen komen. Dus, hey. Wat? Meisje? Ja, er is er eentje naar boven gegaan net een tijdje geleden. Oké. Dankjewel. Handig, joh. Als je geen bewaker tegenkomt, dan kun je gewoon alles maken. Dus, oké. Er staat ook een bewaker. Laten we hier maar naar boven lopen. Hey Zelda! Wauw, mooie plek. Hoe gaat ie? Je bent niet al te blij om mij te zien? Sorry. Mooi nummer. Hoe ben jij hierboven gekomen? Ik bedoel, serieus. Dit is een... Restricted area. Ah, kom op. Je weet dat ik dit doe als een in mijn leven. In ons lab. Oh ja, je bent een member of Tantalus. Het zal wel heel makkelijk voor je zijn. Wauw, wat een uitzicht. Hé, hey, er is een telescoop. Laten we eens kijken. Kom op. Nou kunnen we dus een beetje van de wereldmap hier eigenlijk zien. Dus, zo zal het er niet uitzien. Dus daar heb je Marsland. Daar is daar waarschijnlijk heel erg veel. Daar kunnen we een nieuw partymember eigenlijk ontmoeten. Dus heel erg belangrijk. Daar hebben we, als het goed is, de mountains waar Bermucia achter zou liggen. Wat een hele belangrijke dorp is. Nou ja, het is niet echt een dorpje zoals Limblum op dit moment. Dus, daar hebben we de South Gate. Die zijn ze flink aan het repareren op het moment.
Daar hebben we de Chocobo Forest. Vraagteken Forest in dit geval. En daar zien we dus zeg maar een Chocobo. Misschien kunnen we daar een Chocobo ook vangen, wat zeker ook heel belangrijk is. En er is nog één locatie die we moeten vinden, dat is hier bij de lake. En dat is de Seawall River. En die loopt zeg maar bij de South Road, waar we eigenlijk net de cutscene hebben gezien van Baku. Dus heel erg handig om dat te weten. Is er dan nog een locatie die ik heb gemist? Even kijken, even zoeken. Daar hebben we de Chocobo. Daar. Dus, en Alexandria, die ligt natuurlijk achter die bergje. Vraag me af of ze naar ons aan het zoeken zijn. Laat maar eens kijken. Hoe is het uitzicht? Ik heb zoveel problemen veroorzaakt voor iedereen. Onkel Sid wist alles. Daarom vroeg hij Tantalus of hij me uit Alexandria wou halen. Het maakt niet uit hoe hard dat ik het probeer. Ik ben altijd één stap achter in alles. Ik ben zo hopeloos. Wat is er mis? Sepi? Waarom hielp je me om hier naartoe te komen? Naar Limblum? Is het omdat je je baas dat hier vroeg? Ik wou alleen maar helpen. Ik bedoel, mijn motto is always happy to help. Dat is alles. Ik bedoel, de baas was het nog niet eens met me eens. Dus ik ben geëindigd om de groep te verlaten. Oh, echt? Oh, het spijt me. Ah, maak je geen zorgen. Het is niet de eerste keer dat ik weg ben gegaan. Zepi? Ja? Hoe was je eigenlijk van plan om mij te ontvoeren? We wouden je in slaap brengen met wat slaapgras en dan je te ontvoeren. Het is normaal eigenlijk voor kinderen, maar een grote dosis kan ook een volwassene, makkelijk plat krijgen. Ik dacht dat je het niet nodig had omdat ik meeging uit mijn eigen vrije wil. Hey, kun je me wat geven? Ik bedoel, ik heb een moeilijke probleem met slapen. Ik weet niet of dat een goed idee is. Ik bedoel, je kunt misschien verslaafd raken. Misschien heb je alleen een beetje gezelschap nodig. Oh, alsjeblieft. Denk je nou echt dat ik dat... Denk je nou echt dat ik verslaafd word aan dat spul? Hey, ik kan me niet... Alsjeblieft, laat me... Ik probeerde het alleen. Ik bedoel, maakt uit. Maar goed. Dat lied waar je aan het zingen was. Was je dat niet aan het zingen in The Village of Dali? Ja, dus je was wakker die avond. Wat is dat liedje eigenlijk? Ik heb geen idee. Ik kan het ook niet herinneren waar ik het geleerd heb. Ik zing het altijd wanneer ik mij verdrietig voel of eenzaam. Op een of andere manier stelt het me gerust en herinner ik me eraan dat ik niet alleen ben. Ik bedoel, ja. Ik denk dat het een hele mysterieuze nummer is. Laat het nog eens horen. Oké. Ik had nooit gedacht dat ik zulke fijne armen hier zou kunnen vinden. Ja, ik koop dat ook. Wie weet wanneer dat Brain weer een oorlog zal starten. Wat? De koningin zal nooit een oorlog starten. Hoe durf je zo over de koningin te praten? Wie in de hel ben jij? Ik ben collect armor. Nou, in dat geval, kun je me alsjeblieft wat goed armor aanraden? Ik moet gaan. Leroy, serieus. Ja, Knight of Pluto, ja! Wat zijn dat voor dingen? Ze zien er dom uit! Ik neem Sith's airships en vernietig ze! Hey, stop daar nou eens mee! Je hebt het tijd gebroken! Ik ga naar mama zeggen! Nee, kom op! Royal Action Figures. Die Black Mages leken wel op speelgoed, toch? Ja, die gecontroleerd werden door iemand. Beheerd. De lucht ziet er nogal raar uit. Er gebeurt dadelijk iets. Oh, Sir Fradley, waar ben je? Ik heb je nodig. Ik hoop dat Wilma een beetje daarmee met die stem mee eens is. Die is ook makkelijk te onthouden voor Wilma, omdat, die stem hebben we... Ja, dat heb ik in de vorige aflevering eigenlijk al uitgelegd, maar die stem die doen we heel erg vaak dan. Dan praat ze zo gezellig. Zo. Ja. Het zat work nou. Het zal niet werken. Oh, meneer, het is niet goed. Wat?
Ik kan de motor niet stabiliseren. Het kan niet langer werken voor 10 minuten. Verdorie. Mijn gedachten zijn niet hetzelfde als sinds dat ik een insect ben geworden. Oh, kan ik maar beter worden. Nou gebruik ik weer ongeluk die stem. Maakt niet uit. Hey Zelda. Dus wanneer wil je met dat luxeschip mee... Waar heb je het over? Wacht even. Shit. Dat was op dat vrouwke wat ik had... Laat me zitten. Nou, het klinkt alsof dat je een verkeerde meisje hebt gevraagd. Wacht. Ik kan het uitleggen. Oh, proberen. Waarom zou je het proberen? Ga en heb een geweldige tijd. Ah, verdorie. Oké, wat dacht je hiervan? Als ik eerst de plek krijg in morgen dat hunting festival, dan ga jij samen met mij uit op een date. Wat heeft dat met mij te maken? Bah. Ah, kom op, alsjeblieft. Oké, het is een date. Ik word eerste, dat beloof ik je. Oh. Het zal een traditie zijn, maar dit is een gevaarlijk festival. Zoveel levens die gaan verloren gaan in het jaar. Zeker bedankt zij hem. Hardly. Ik geloof het niet. Ik bedoel, dit festival is een test van hoe mannelijk dat je bent. Ik heb echt zoveel spanning ieder jaar. Hey, dit is de laatste levering. Alle voorbereidingen voor het festival of de hunt zijn compleet. Goed. Nou, we wachten op het signaal. Ja, meneer. Wow. Oh, sorry. De fangs zijn vrij. Wat? Ze hebben nog niet eens de toestemming gekregen. We geloven dat ze de grote gast loslaten ieder moment. Oké, laat de mus maar los voordat ze hem loslaten. Schiet op! Oh, die beestjes die kennen we nog wel. Van de planes, van de eerste planesfest gebeuren. Alles is klaar! Oké, stand by! Dit jaar de meester niks kan hem stoppen. Wat een kracht! Hey, laat hem ophouden. Het is te vroeg om hem los te laten. Hoe? Ik heb geen controle over hem. Verdorie! Oké, maak het hek open. Het hek valt kapot anders. Go, Zagnahol! Oh, dat is een groot beest. Waar is Zepi? Alsjeblieft, prinses. Je zult er echt van genieten. Het is echt gaaf. Oké. Ik vraag me af of Zepi beter is geworden in het gevecht. Hey jongens, sorry dat ik laat ben. Oké, laten we beginnen. Dit is de Festival of the Hunt. We hebben 12 minuten de tijd en degene met de meeste score die krijgt de Master Hunter. En natuurlijk de prijs waar ze om vragen. Wie komt er het beste? Dus wat wil je hebben? Ik ga voor geld. Ik neem wel een add-on. En wat wil jij, Towler? Wat? Ik heb hem nooit opgegeven. Hey, ik dacht dat je het wel leuk zou vinden en dat je het best goed zou doen, dus ik heb je opgegeven. Maak je geen zorgen met jouw black magic? Makkie, piece of cake, jongen. Ik weet het niet. Dat was niet heel erg aardig van jou, Zepi. Oh. Hey, wat dacht je hiervan? Als jij wint, zorg ik voor een date met Zelda. Ik en de prinses? Shh, zachtjes. Wat was dat? Ik hoorde je de prinses noemen. Wat voor slechte daden ben je nu weer aan het plotten? Het is niks, toch, Towler? ja. Dus, wat wil je voor je beloning? Ik neem wel een kaart. Oké, even kijken. Jij Jill, jij een add-on en jij een kaart. Oké, het festival zal zo beginnen. Dus, jullie zullen allemaal verschillende startplekken hebben. Dus, Zepi die zal starten in het theater, Wilma die zal starten in de industrieterrein en Towler die begint in de business district.
Nou, dit gaan we dus zeg maar heel erg mooi doen in de volgende aflevering. Dus morgen gaan we de Hunter Festival gaan doen. Gaan we proberen om eerste te worden. Dus ja, ik denk dat ik het daarbij ga laten. Morgen dus geen nieuwe aflevering. Ik hoop jullie maandag allemaal te zien bij de volgende aflevering. Heb je nog vragen of een leukste momentje over deze aflevering? Laat het weten natuurlijk in de reacties als je daar tijd voor hebt. Laat een like achter voor de moeite als je daar natuurlijk de tijd voor hebt. En ik hoop jullie maandag allemaal te zien. En ik hoop dat jullie nog... Ja, ik weet niet. Nee, vandaag is het eigenlijk niet zo mooi weer. Tenminste, zoals de voorspelling met zo... Nou, de voorspelling met Zelda Player 20. Het weer, het is vandaag nogal regenachtig en er kan hier en daar best wel een pittige onweersbui vallen. Buiten dat, jongens. Even serieus. Dank jullie wel voor het kijken en ik hoop jullie maandag allemaal te zien. Dus, tot dan! Doei!